een Diglett, een Larvitar. Oeh, nice, nice. What up YouTube? Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rick Hachu en we gaan vandaag weer even uitpakken. Ik heb namelijk deze Pokémon Fates Collide Booster Box. Er zitten 36 kaarten in. Dat is niet zoveel, Rick. Het zijn pakjes met kaarten. Ik ga het in 3 video's verspreiden. Vandaag doen we de voorste 12 kaarten. Pakjes, Rick. Pakjes. In video 2 doen we de middelste 12 kaarten. Pakjes! En in video 3 doen we de achterste 12 kaarten. Ik heb er zin in. Let's go! Ik heb de eerste 12 pakjes uit het doosje gehaald. En dat is nogal een stapeltje. Kijk maar. En dan gaan we maar gewoon beginnen. Ik hoop op een toffe pool. Ik hoop op Alakazam. Het is een box die draait om Alakazam. En dan wil ik eigenlijk wel, ja, in ieder geval één EX Alakazam. Zo, ik kwam er even niet uit. Ik heb hier een code. En ik wil ook gelijk even zeggen. Sommige codes ga ik weggeven via Twitter en Instagram. Dus volg mijn Twitter of Instagram. Staan hieronder in de beschrijving. En dan kan je dus extra codes vinden die jullie kunnen gebruiken in de trading card game. Oké, we doen er 3 naar voren. En dan gaan we eens kijken of hier al wat moois in zit. We beginnen met een Wormadam. Dan hebben we een Zygarde. We hebben een Whimsicott. Een Wishmer. Een Fennekin. Een Solosis. Een Snivy. Een Meowth. Een Holo Omanyte. En is dat een rare? Nee, dat is geen rare helaas. Jammer. En we hebben een Mathem. Oké. Niet zo'n geweldige pool voor het eerste pakje. Maar hey, we hebben nog 35 pakjes om te gaan. Dus ja, kan nog van alles in zitten. Kan nog van alles gebeuren. Pakje nummer 2. Die code, die hou ik eventjes dan voor Twitter. En dan zie je hier als eerste een Whimsicott. Een Ammonite. Een Zygarde. Een Meowth. Een Koffing. Een Burmie. Een Vullaby. Een Larvitar. Oh, nice! Toffe art. Een Moltres Holo Rare. Of Reverse Holo natuurlijk. Het is geen Holo Rare, een Reverse Holo Moltres. Vet. Toffe kaart. En een Rotom. Gaan we door met pakje nummer 3. En die Moltres die vond ik wel erg vet hoor. Ja, dat vind ik wel dat is een leuke kaart om nu alvast te hebben. Deze code mogen jullie dan weer in deze video hebben. Alsjeblieft. Doen we er weer 3 naar voren. En dan gaan we weer verder. We beginnen nu met een Shuckle, een Fairy Garden, een Fossil Excavation Kit, een Koffing, opnieuw Vullaby, een Riolu, een Cottony, een Seal, een Bronzo Reverse Holo en een Mew. De QR-code van dit pakje komt waarschijnlijk weer op Twitter. En dan zie je hier een Chinchino, een Devolution Spray, een Duosion, een Solosis, een Riolu, een Spoink, een Diglett, een Larvitar. Oeh, nice, nice. Een Omastar E-Break kaart. Super tof. Mooie kaart. Yes, dat is de eerste goede pool die we hebben. En dan hebben we de Moltres, maar dan in de normale versie. Dat is ook leuk. En dan gaan we door met het volgende pakje. Dat is alvast één mooie kaart. En dan hebben we hier weer de QR-code. Alsjeblieft, die is voor jullie. Dan doen we er weer 3 naar voren. En dan hebben we hier een Duosion om mee te beginnen. Oh, tof. Kangaskhan. Dat is ook wel een mooie kaart. Die vind ik vet. Een Chinchino. Een Jigglypuff. Een Carbink. Een Larvitar. Een Diglett. Een Spoink. Een Alakazam Spirit Link Reverse Holo. En een Bronzong. Gaan we snel door met het volgende pakje. En dan zien we hier een Shuckle om mee te beginnen. Yes. Een Dome Fossil Kabuto. Special Energy. Bronzor. Minchino, een Deerling, een Carbink, een Fennekin, een Minchino Reverse Holo en een Lucario. Dus ook wel een mooie kaart. Ja, die is wel tof. Volgende pakje, dat is denk ik pakje nummer 5 of zo. Hier hebben jullie de QR-code weer, alsjeblieft. En dan gaan we 3 kaartjes naar voren doen. En dan gaan we lekker verder met uitpakken. We hebben een Scorched Earth. We hebben een Breaksun. Oké. We hebben een Fairy Garden, een Gothita. Een Riolu, een Cottony, een Burmy, een Snubbull, een Larvitar Reverse Holo en een Bronzong opnieuw. Helaas. Door met pakje nummer, weet ik niet. QR-code gaat naar Twitter. En dan zie je hier een Energy Pouch. Een Wormadam. En dat is een andere dan die we volgens mij net hadden. Scorched Earth, Larvitar, Bronzor, Minchino, Snubbull. Deerling, Lucario Reverse Holo. Tof, nice, met Alakazam op de background hier zo. Dan hebben we in ieder geval een Alakazam. En opnieuw de Moltres. We hebben nog 4 pakjes te gaan. Nog 4 pakjes te gaan. En ik ben benieuwd of daar dan nog wel even één toffe kaart minimaal in zit. Zou lekker zijn. Hier is de QR-code in ieder geval weer.
Alsjeblieft. En we doen weer 3 naar voren. En dan gaan we verder. We beginnen met een random receiver. Een Wormadam. Een Old Ember Aerodactyl. Een Koffing. Een Larvitar. Een Vullaby. Minchino. Wishmer. Een Band Spoon. En een Mr. Mime. Helaas. Nog 2 pakjes te gaan. En er moet nog minimaal 1 goede kaart in zitten. Doe even een duimpje omhoog als je dat ook vindt. Want ik geef in ieder geval weer de QR-code aan jullie weg. Alsjeblieft. En dan 3 kaarten naar voren. Old Ember Aerodactyl. Een Power Memory. Wat is dit trouwens? Ziet er wel grappig uit. Een Hawlucha. Een Binnacle. Een Gothita. Fennekin. Seal. Burmy. Koffing Reverse Holo. En een White Kyurem. Oh, en dat is ook een Holo Rare. Oh, nice. Dit is wel een toffe kaart. White Kyurem. Je ziet hem hier. Hij glint een heel klein beetje hier op de achtergrond. Vet. Oh, nog 2 pakjes. Ik dacht dat we net nog... ik dacht dat we er al bijna waren. Maar we hebben er dus nu nog 2. En deze QR-code gaat naar Twitter. En dan doen we de 3 naar voren. We hebben hier een Ultra Ball. Een Kabuto. Een Kangaskhan. Een Carbink. Een Fennekin. Een Seal. Een Diglett. Een Snivy. Een Breaks in Reverse Holo. En een Lugia. Dan zijn we alweer toegekomen aan het laatste pakje in deze video. Hebben we hier nog weer de QR-code, alsjeblieft. En 3 naar voren, hoppakee. Een Energy Reset. Een Servine. Een Ultra Ball. Een Solosis. Een Cottony. Een Minchino. Een Wishmer. Een Meowf. Oh, vet. Een Delphox Breakcard. Nice. Dat is de tweede echt goede pool. Nieuwe Breakcard. En als laatste hebben we een Snorlax. Oh, die heb ik nog niet. Dat is ook wel een grappige kaart zo. Je ziet dus dat hij daar lekker ligt te slapen en de weg verspert. Net als in de game. We hebben 2 toffe kaarten. Tenminste, echt toffe kaarten. Dat zijn deze Oma Star en de Delphox Break kaarten. Die zijn echt wel heel tof. En dan hebben we hier nog een White Kyurem. Die vond ik ook wel vet. Misschien ga ik die nog wel vaker krijgen, maar die vind ik wel tof. En een Lucario Reverse Holo is in principe niet zo heel erg bijzonder. Maar vind ik ook wel leuk om even te laten zien. Maar het draait natuurlijk vooral om deze 2 breakkaarten van Omastar en van Delphox. Ik bedank jullie voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog als je dit tof vindt. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan zeker. En dan zie ik jullie later. Mazzel!